Ik ben lector bij de Hogeschool Rotterdam en daar is mijn opdracht Transities in Zorg. Dat wil zeggen dat ik veel onderzoek doe naar mensen met een chronische aandoening of chronische beperking. En vooral over onvraagstukken zoals eigen regie, zelfmanagement. En dat sluit eigenlijk mooi aan bij mijn taak in de commissie. Ik ben daar vicevoorzitter bij Gewoon Bijzonder. Ik ben van huis uit verpleegkundige en ik heb daar natuurlijk heel veel te maken gehad met mensen met een chronische ziekte en een beperking. Maar ook in mijn privéleven heb ik een stiefzoon met een ernstige verstandelijke beperking en ook autisme. Dus ook ben een beetje ervaringsdeskundig. Wat ik er vooral van geleerd heb, is dat je eigenlijk heel erg rekening moet houden met de levensfase waarin mensen zitten. Dus dat het niet zo is dat mensen met een hele beperkte verstandelijke vermogens, wordt wel gezegd, die hebben een ontwikkelingsleeftijd van 5 jaar. Maar je moet ze niet blijven behandelen als iemand van 5, maar je moet ze echt op een gegeven moment gaan behandelen als volwassenen. En voor ouders is het soms lastig om die stap te maken. En dat heb ik zelf ook wel gemerkt. Je bent geneigd om zo'n kind dan toch als kind te blijven behandelen. Terwijl het op een gegeven moment echt gaat om een volwassene met ook volwassen behoeftes. En dan komen hele andere dingen aan de orde waar je vaak als ouder helemaal niet bij stilstaat. We zijn hier midden in het Nationaal Park De Weerribben, het oudste nationale park van Nederland. En je ziet hier de rietlanden. En het is hier een heel stil landschap. En ik vind het een hele inspirerende omgeving, heel rustig en in het drukke leven wat we allemaal leiden. Om een moment te hebben van rust en stilte, dat bevalt me heel goed hier. Ik denk dat de commissie een hele belangrijke opdracht heeft om te zorgen dat mensen met verstandelijke beperkingen ook mee kunnen doen op allerlei niveaus in de samenleving. En dat wil zeggen niet alleen als het gaat om werk, maar ook als het gaat om meepraten, eigen regie, dat ze iets in de melk te brokkelen hebben. Dat vind ik een belangrijke taak van de commissie. En we proberen dat op verschillende manieren te realiseren, door de projecten die we doen, maar ook door in de commissie mensen met een beperking echt actief mee te laten praten, op allerlei niveaus. Om een voorbeeld te noemen, een van de commissieleden met een beperking heeft al een paar keer aangegeven dat het ook belangrijk is om te kijken naar onderwijskansen voor mensen met een beperking. Want er wordt heel vaak gezegd, ja, ze kunnen niet meer dan dit. Ze kunnen dit niveau niet hoger halen, dus je moet ook niet daar verder aan werken. Terwijl zij zelf aangeven dat ze wel dingen willen blijven leren en ook nieuwe dingen willen leren. Nou, dat had ik bijvoorbeeld zelf niet bedacht als een thema en dat hebben zij ingebracht. Nou ja, wat ik nog wel een bijzonder onderwerp vind, is de positie van ouderen. Bijvoorbeeld mensen met Down, dat wist ik helemaal niet, maar die hebben 4 keer zoveel kans om ook dementie te krijgen. Dus er zijn een aantal kennisvragen liggen daar ook, waar we eigenlijk nog niet zoveel aandacht voor hebben. En ik denk dat dat ook een belangrijk thema is voor de commissie. Want als we de zorg voor deze mensen duurzaam willen houden, dan moet je meer over dit soort aspecten weten.